altijd de manier hoe je zeg maar, dus je doet allemaal dingen en op het eind ga je het dan meten en daarmee scheid je het kaf van het koren, zeg ja. En dan ga je altijd weer terug naar die originele vectoren om te zien wat je dan dus eigenlijk wat waar was, zeg maar. Ja, uiteindelijk krijg je dus heel veel subposities terug. Ja. En als het goed is heb je eentje waarvan je iets mee gedaan hebt. Wat jij misschien nog niet kan zien, maar in de kwantumwereld is dat wel. En dan is het truc om de rest weg te gooien. Ja. Dus het is ook altijd zo dat je dan weer terug gaat kijken naar bij welke beginvectoren dat dan hoorde, zeg maar? Of? Nou, dat maakt niet uit, want vaak gooi je gewoon alle mogelijkheden erin. Ja, ja, nee, ik bedoel, maar... Dus je gooit alle mogelijkheden erin. Ja. Uiteindelijk krijg je een of ander raar ding, wat een relatie heeft met al die mogelijkheden. Mm-hmm. Dan doe je een meting, dan flikker je impliciet allerlei mogelijkheden weg. En ja. Dan kijk je weer terug naar die mogelijkheden. Nee, je houdt één van die mogelijkheden over en dat is... Ja, nee, dat is precies zo wat ik bedoel te zeggen. Dan ja. Dan ja. Oké. Okay. Grappig. Maar dus je kijkt eigenlijk niet naar de output, maar je kijkt wat er dan van de input overblijft bij een bepaalde output. Ja. Toch? Ja. Ja, cool. Dat is ook... Zijn al die sowieso opgebouwd, zeg maar? Wat ik heb gezien wel, maar het is een grote wereld. En ja. Ik heb eigenlijk... Deze drie algoritmes zijn de meest bloeiende algoritmes. Cool. Maar wat weten we uiteindelijk over de superposities van X? We weten dat ze allemaal een periode van P hebben. Door dit stukje. Ze verschillen allemaal P met elkaar. En hoe je dat in een normaal algoritme zou... In de normale wereld... Een periode klinkt als een frequentie. Nou, dat gebruik je Fourier-transformatie voor. Gelukkig heeft kwantummechanica, kwantumcomputer heeft ook iets in die richting. Quantum Fourier-transform. Wat eigenlijk zorgt, de troep weghaalt en degene die we hebben versterkt. Ik ga er niet heel veel op in. Maar uiteindelijk krijg je stop je die superpositie van al die states met die verschillende periode P eruit. En dan krijg je 1 delen op P, de superpositie daarvan uit. En dan weet je de P en kan je kwantummechanica kan je het encryptie breken door die P in te vullen in die andere formule. Okay, maar dit is weer een ander trucje wat je doet nadat je al die eerste schifting gemaakt hebt. Ja. Okay. Maar die eerste schifting is niet echt omdat de een beter is dan de andere. Maar je hebt eigenlijk gewoon 1 van dat soort nodig. Ja. Omdat je van dat soort een soort weet wat je bent iets eigenlijk weet. Een soort je input vormen aan het shapen of zo. Of is dat... Ja, wel een beetje. Je wil natuurlijk uiteindelijk die remainder wil je weten omdat je iets van die remainder weet. Als die remainder zo is, dan weet je er wat van. En dan maakt het uit wat die remainder is. Je probeert daar gewoon wat mee. Dus, dat was eigenlijk wat ik had. Vragen? Hoe koop je zo'n ding? Hoe koop je zo'n ding? Nou, blijkbaar als je Google bent, kan je dat gewoon binnen een paar jaar maken. Als je geen Google bent, per ongeluk biljonair worden, denk ik. In Nederland zijn ze ook er heel erg mee bezig, hè? Zijn ja, maar grote bedrijven die hebben wat meer investeringen om dat soort troep te maken. Maar trouwens, dit soort algoritmes, die komen allemaal uit de 1990s. Dit zijn niet nieuwe algoritmes. Ja. Dit zijn al super lang van tevoren, oké, super lang, voordat ik geboren ben bedacht. Kan je misschien die simulatie kijken of het klaar is? Wat zijn de grote knapen? Want Google en IBM, maar wie zijn Google, de... IBM, Microsoft is er heel erg mee bezig. Maar die doet vooral met IBM volgens mij doen samenwerken. Ja, echt de grootste werkende zijn echt Google en IBM, die echt een goed werkende quantumcomputer hebben, toch? Ja. IBM heeft Google heeft natuurlijk laatst Quantum Supremacy geclaimd, dat ze dat hebben. IBM heeft dat nog niet gelukt. IBM heeft dan direct ook wel naar Google gezegd. Nou, volgens mij wat je zegt is bullshit, maar dat is tussen hun om uit te vechten. Ja. Maar IBM en Google die zijn wel de grootste spelers op dit moment erin. Dat was ik zie hier, staat het computed, of niet? Volgens mij, nee. Pending results. 0. Oh ja, ze zijn wel klaar dus. Oh, ik moet natuurlijk hier naartoe kijken. Muis, moet ik hier net op gaan?
naar results gaan. En dan kan ik hier. Zien we inderdaad 76 minuten geleden. Gaat er in hemelsnaam uitkomen? Zien we inderdaad dat hij meer dan 0-0 is en meer dan 1-1. Je ziet ook dat hij af en toe het verkeerde antwoord gaf. Maar dat is door ruis. Dit zijn echt kleine deeltjes. En stel komt je adem erop en ze veranderen van state. Dus daardoor heb je, wat vaker met computers doen, is meerdere qubits gebruiken om één bit eigenlijk. Ze doen vaker hetzelfde. Dus als je zegt van, oh, een qubit met 16, een kwantumcomputer met 16 qubits betekent eigenlijk minder omdat je ruis. Ja, maar ik had ergens gelezen dat je 360 bits of 3600 bits nodig had, qubits nodig had om één echte qubit te maken. En dat zou je ergens tegenkomen? Of is dat kan ook onzin zijn hoor, maar... Ik weet ervan dat ze, twee of drie ervoor gebruiken. Nou, ik heb mijn boek daarover gelezen. Ik heb dat hoofdstuk niet gelezen, want ik vond het niet het interessantste hoofdstuk. Ja, dat ging maar, technologie, nee, dat technologie. Nee, dat... Ja. Ik wou gewoon met vectoren rekenen. Ja, ja. Dit is... Cool. En ja, je kan... Ik heb allemaal andere troep ook. Hebben we nog meer vragen? Teleport? Ook, ik weet niet. Teleport is eigenlijk, heb ik hem afgemaakt? Wat je hier eigenlijk doet is, dit is het stukje wat we entangelen. En die sturen we nog naar iets anders en entangelen we, zetten weer een superpositie. Wat je eigenlijk dan doet, is deze bit aan die bit vastmaken. Dus dan kan jij die één bit meenemen. En dan doe jij er wat mee en dat gebeurt aan de andere kant dan ook ofzo. Dat is wat ik begreep. Ja. Maar dit is niet met quantum entanglement, of wel? Dit stukje is met quantum entanglement te maken en dan teleport die blijkbaar die state naar de andere state. Dat was nog een beetje vaag. Ja. Zullen we toch heel even pauze doen? Misschien denk ik dat het best heftig kost. Ik moet even blijven zitten.